Welkom bij weer een nieuwe Gamersnet Gear uiteraard. Peter is terug uit LA en hij is nog wel een... Je hebt wel flink geslapen, maar hij was ook wel weer vroeg wakker. Ja. En we zijn hier om te bespreken de Speedlink Ultor. De Speedlink Ultor. Sorry, even, is dat niet de vetste naam ooit voor een toetsenbord? Ja. De Speedlink Ultor. Lijkt echt zo'n jaren 80, 90 vette Transformers cartoon naam. Ultor. Ja, Ultor. Die even de wereld komt overnemen. Ultor. Ja, maar goed, dat terzijde. Ja, Speedlink man. Het is een klein toetsenbordje en mist eigenlijk wel de numpad. Ja, vind je dat vervelend? Gelijk op. Ja, oh, okay. Ik gebruik hem best vaak namelijk. Ik niet, want ik werk al jaren met gewoon een laptop als ik werk. Dus ik ben niet anders gewend dat ik hem niet heb. Dus ik nam hem mee naar huis en ik miste hem ook geen seconde. Okay. Maar goed, dat is puur wat je zoekt, hè? Ja, dat is ook wel. Hey, Speedlink, jongens, dit toetsenbord de Ultra is echt net verkrijgbaar. Ja. Voor een €120 ongeveer. Dat vind ik in principe een best wel oké prijs voor wat je ervoor krijgt. Want het verschil tussen Tom en mij is, ik hou van simpel. Nee, precies. En hij ziet inderdaad best wel stijlvol uit. Het is een mechanisch toetsenbord, of niet? Jazeker, hij heeft de Kiowa Red Switches. Dat is een beetje, ja, je hebt natuurlijk de Cherries. Dat is zeg maar het AAA-merk. En dit is het nieuwe merk wat zeg maar, daar net onder zit. Okay. Ze zeggen er zelf niet voor onder te doen. Maar het zijn Red Switches. Dus het is ook sowieso een minder luide switch. Dat is wel heel erg fijn. Ja, vind ik ook. Want ik hou daar ook niet van. Dat betekent dat je er namelijk ook gewoon mee kan werken. En ja. het toetst heerlijk weg, kan ik je vertellen. Sterker nog, ze maken reclame met iets wat, ja, dat is een beetje een soort gimmick. Je hebt het polling kun je aanzetten tot 1000 hertz. En dan krijg je dus van je neus en zo en je ogen. Ja, van de pollen. Ja, precies. Nee, met een muis betekent dat hoe vaak checkt hij dat je muis beweegt, zeg maar. Ja. En dat doet hij dan, als je 1000 hertz hebt, doet hij dat elke milliseconde. Ja. Dat is eigenlijk voor muizen best relevant als je shooter speelt. Maar voor toetsenborden is het, ja, dat merk je niet. Want je kan nooit zo snel... Is wel belangrijk, maar... Ja, maar je kan nooit zo snel typen als dat hij checkt dat je typt. Want met een muis is gewoon 1-op-1 beweging, maar ik ken niemand die zo snel beweging maakt op een toetsenbord, dat het echt heel nuttig is. Ja, ultra polling, ze maken het wel reclame mee, maar goed, het is wel een beetje gimmicky. Okay. Hij is gebouwd op een metalen of een aluminium ondergrond, dat vind ik heel fijn. Ja, het ziet er ook gelijk mooi uit. Ja, vind ik ook. Het ziet er stijlvol uit en het geeft inderdaad een wat chiquer uiterlijk. Hij is chic de friemel, hè? Chic de friemel, ja. Maar serieus, ik vind ik ook. Hij staat ook heel mooi in mijn huis. Ja, dat snap ik. Dit zijn wel de enige lichtjes die erop zitten. Je kan de lichtjes, deze twee lichtjes kun je wel veranderen, maar ik heb ze gewoon zo laten staan. Op natuurlijk de WASDW toetsen en de pijltjestoets hier. En de rest is lekker gamers met blauw noemen we het maar. Ja. Op rood. Ja, het is niet, misschien niet de mooiste blauw op rood. We hebben het hier achter. Ja, dat kan eigenlijk wel. Ja, het kan best wel. Ik vind vooral de rode ondergrond heel fijn. Ik vind hem heel erg mooi. Hij staat ook wat zwaarder, hè? Want heb je ook bijvoorbeeld andere knopjes? Dat je de pijltjes eraf kan halen en daar een ander vormpje voor kan zetten? Ja, je kan sowieso. Want je kan natuurlijk alle knopjes eraf halen. Dat is fijn om ze schoon te maken bijvoorbeeld. Of... Absoluut, dat kan. Nou, ze liggen ook iets hoger dan op een gemiddeld toetsenbord. Ze liggen niet in een soort van mal, maar ze liggen er echt op. Waardoor je gewoon best wel goed de ruimte hebt om alles te kunnen zien. Je ziet ook vanaf hier gewoon een lampje schijnen. Dat is ook wel prima. Hij heeft 6 macro keys. Alleen dat zijn gewoon de ins, home en de page up, page down buttons die hier zitten. Ja, precies. Die kun je gewoon als macro key gebruiken binnen je games. Er zit daar software bij. Hele simpele software overigens. Geen toetsen en bellen. Je kan gewoon instellen wat je wil. Je kan overigens elke knop instellen zoals je wil. Maar het is niet van, je kan verschillende pulserende lichteffecten en zo allemaal. Nee, dat was inderdaad heel erg bij die Chroma van... Van SteelSeries. Razer. Razer, inderdaad. Ik vind het een heerlijk toetsenbord. Heb je nog wel een kanttekening? Nee man, ik vind het een supergoed toetsenbord. Nou, relax. Voor deze prijs, €120, is het echt gewoon... Je hebt ook, als je hem ziet, heb je ook echt het idee van ik heb wel iets bijzonders ofzo. Het is absoluut niet 13 in de Voor de prijs ziet hij er inderdaad ook heel stijlvol uit. Ja, en als je het vergelijkt met natuurlijk de nog iets hogere... De Chroma toetsenborden en zo, die zijn 200, die zijn ook gelijk een stukje duurder. Ik vind dat je voor €120 echt een mooi toetsenbord in huis haalt. En het is Speedlink's eerste gaminglijn natuurlijk. Dat is wel heel tof. En ik vind het wel leuk, want ze gaan nu bijna allemaal de gamer kant op. Want we hebben allemaal unlimited geld bij gamers, lijkt wel, wat vinden ze allemaal.
Maar ik vind wel dat Speedling echt maar iets eigen doet. Snap je wat ik bedoel? Dit is wel echt iets wat je niet anders ziet. Ja, precies. Je kan er van houden, je kan er niet van houden, maar ik waardeer het wel heel erg. In tegenstelling tot heel veel andere merken die ook de gaming op kant op gaan. En dat allemaal SteelSeries en Razer nadoen. Precies, dat worden allemaal van die typische gaming toetsenborden met allemaal toetsen en bellen, allemaal lichtjes, allemaal knoppen daar, knoppen daar. En ik waardeer het heel erg aan Speedling dat ze dus wel echt hun eigen swing willen meegeven in hun toetsenborden. Dus ik ben echt onwijs tevreden en ik blijf deze ook gebruiken. Dus helemaal prima. Geen giveaway. Geen giveaway dit keer. Hij is aangesloten op je laptop, hè? Ja. Oh nee, Zelda Structure. Oh, nee.